Wendy van Dijk is al 5 jaar het gezicht van Make-A-Wish Nederland. De stichting die wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult. Voor een nieuwe actie start Wendy nu een nationaal hardloop-event. Het is vandaag Make-A-Wish Day en we gaan 12 wensen vervullen door heel Nederland. Wendy van Dijk steunt Make-A-Wish al jaren. Je kan het zo gek niet bedenken of kinderen krijgen dankzij het goede doel de dag van hun leven. Ik ben ambassadeur van Make-A-Wish Nederland, omdat ik het sowieso verschrikkelijk vind dat kinderen te maken krijgen met de meest afschuwelijke ziektes in hun kleine leventjes. En als het dan toch gebeurt, dan wil ik er op zijn minst voor zorgen dat hun allergrootste wens in vervulling gaat. Ach ja, en als het even kan, dan gaat ze zelf ook langs bij de kinderen. Jury is 10 jaar en helemaal gek van tennissen. En hij wil heel graag tennissen met Raymond Sluiter. Hi, ik ben Wendy van Dijk. Oh my god. Ik heb gewonnen. Hallo, wij hè? Wij hebben gewonnen. Wij hebben gewonnen. Vandaag lanceert Wendy een nieuw hardloop-evenement waarmee ze hoopt dat iedereen in beweging komt. Ja, Wendy, wat ga je precies doen? Run to the moon and back. Echt? Ja, en ik hoop met jullie allemaal. Ja, het zou fantastisch zijn om met zoveel mogelijk mensen naar de moon te gaan, naar de maan te gaan en weer terug. Ja, hoe dan? Hoe dan? Met een ladder? Ja, run. Dus elke run die je doet, al is het 4 kilometer, al is het 10, al is het een marathon, probeer je kilometers te doneren aan Make-A-Wish. Ja, en hoeveel kilometer heb je nodig dan? To the moon and back is 768.800 kilometer. Oké, dus al loop ik 500 meter en ik laat dat sponsoren, dan telt dat al mee om dat totaalbedrag bij elkaar te krijgen. Precies, en dat kan dus in een maand tijd. En het is niet zo dat er een één run evenement is waar je op dat tijdstip moet zijn en dat met elkaar moet gaan doen en binnen een paar uur is het voorbij. Maar hier heb je een maand de tijd voor. Dus jij kan je deur uitlopen, op scholen kunnen mensen meedoen, hoop ik. Verenigingen kunnen zich inzetten. Moet je per se hardlopen of mag ik ook gewoon de hond uitlaten en dat meetellen? Nee, run. Nee, het is wel run. Iets harder lopen. Ik wil namelijk dat mensen gezond blijven en sportief. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje een combinatie van en de waarom, twee. Waarom the moon? Run to the moon and back. Nou ja, ik zeg altijd tegen mijn kinderen, love you to the moon and back. Oh. En ik vond het gewoon een mooi gegeven. En ook die kilometers. En het is een, doe het maar. Ik bedoel, het is natuurlijk een bijna 800.000 kilometer. Dus daarvoor heb ik de hulp van de Nederlander, een sportieve Nederlander nodig. Ook als je niet sportief bent, kom van die bank af, we gaan wat doen. Hoe mooi zou het zijn om met elkaar geld in te zamelen voor Make-A-Wish. Tot voor een paar jaar geleden hield jij niet eens van hardlopen, volgens mij, Wendy. Klopt. Ik heb wel eens een filmpje van jou gezien dat je echt vloekend en tierend en hijgend en puffend. En nu wil je ons allemaal aan het hardlopen zetten. Dat is waar, maar ja. Vorig jaar liep ik ongeveer 2,4 kilometer... en daar had ik echt de bloedpest hekel aan. Ja. Inmiddels gisteren heb ik er mijn eerste 18 gelopen. Mm-hmm. En je moet wel iets enthousiast zijn. Oh, wat knap, joh. Nee, maar zo. Kijk, ik ben nu aan het trainen voor een marathon. Dat is een ander verhaal. Maar al die kilometers die ik daar nu voor aan het trainen ben, ja, die probeer ik natuurlijk ook te doneren. Het gaat om Make-A-Wish. Het gaat erom dat er wensen vervuld moeten worden voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Ja. En er is gewoon heel veel geld nodig. En hoe mooi zou het zijn om dat met elkaar te combineren? En hoe kunnen wij die moonwalker worden? Je kan een moonwalker worden door de app te downloaden, ja, en jezelf in te schrijven en zoveel mogelijk mensen te mobiliseren en nou ja, je kilometers te doneren. Wordt er nog gezwaaid te laten vlaggen? Dat vind ik, ja, dat is het. Even zien, hè? Dat is het moment. Dat vind ik wel. Nou nee, ik wilde eigenlijk zeggen, want jij gaat natuurlijk ook mee. Natuurlijk, joh. Hij heeft heel veel zin in het worden hier wel. Dus als je bij die maan komt, dan plaats je die vlag. Oh. Ik zou het geweldig vinden als je een andere iemand enthousiast kunt maken om mee te doen. Gaan we doen. Ga langs de deuren. Oké, loop mee mensen. Dit was RTL Boulevard. Tot morgen. Dag.